Het weerbericht van vrijdag 17 augustus 2018 voor Boerenbusiness. Nou, we zitten inmiddels een wat rustiger vaarwater wat betreft de hitte. Die hebben we achter ons gelaten en lijkt voorlopig ook eventjes niet terug te gaan komen. Maar de droogte is nog steeds geen verleden tijd. Het neerslagtekort is wel ietsje ingeperkt. We zitten op de meeste plaatsen nu met een tekort van 250 tot 270 à 280 millimeter. Dat is natuurlijk nog steeds hartstikke fors. Maar goed, het topje is er wel vanaf, want we zaten vorige week toch wel ruim boven de 300 millimeter. We zitten trouwens ook inmiddels onder het record van 1976. Dus het is nog niet zeker of 2018 het droogste jaar ooit gaat worden. Dus als we vanaf nu onder die lijn van 1976 gaan blijven, dan hebben we dus nog geen record. Maar goed, hebben we eigenlijk niet zoveel aan. We hebben er al genoeg last van wat betreft die droogte. En voorlopig blijft het ook nog wel aan de droge kant in de Benelux. Ook als je op het kaartje kijkt van Vlaanderen. Exacte cijfers zijn lastig te vinden vanuit Vlaanderen. Maar het kaartje geeft aan dat het daar ook nog steeds extreem droog is. Alleen het uiterste westen van Vlaanderen, het zuidwesten van Vlaanderen, is het allemaal ietsje natter. Maar over het algemeen overheerst dus het droge weer daar en ook bij ons in Nederland. En dat zal ook nog wel eventjes blijven, want echt grote hoeveelheden komen er nog niet aan. Maar de hitte, ja, die is al een stuk getemperd en dat zal ook volgende week het geval zijn. En de zon die wordt langzamerhand wat minder sterk, dus de verdamping begint langzamerhand ook wat af te nemen. De vraag natuurlijk, groeizaam weer, krijgen we dat nog in Europa? Nou, als we de kaart, de neerslagkaart erbij pakken, die je nu naast me ziet, dan zie je dat er vooral rondom grote berggebieden buienkansen zijn. En vooral in laaggelegen gebieden, in het noorden van Duitsland bijvoorbeeld, maar ook Noord-Frankrijk, daar zijn de neerslagkansen niet zo groot de komende week. Dus toch is dat neerslagtekort daar ook nog wel serieus aanwezig. Er zullen dus wel rondom die grote bergketens wel flinke buien kunnen vallen. Maar ja, dat zullen vooral plaatselijke effecten zijn. Dus lokaal wordt het dan wel wat natter. Maar in grote lijnen zien we volgende week in Europa, Noord en of West- en Midden-Europa nog vrij droog weer. Want Scandinavië, dat is dus Noord-Europa, is allemaal wat wisselvalliger. Dus als je het allemaal nu gaat samenvatten, kan ik gewoon zeggen, voorlopig blijft het nog steeds aan de droge kant. Het is ook nog vrij warm, dat zien we volgende week ook nog. Geen extreme hitte, misschien de laatste week van augustus dat het ietsje frisser gaat worden in onze regio. Maar echt koud weer, dat zit er ook nog niet aan te komen. Die hitte, daar denk ik dat we voorlopig ook even vanaf zijn.